Een goed idee van OVSG. Welkom allemaal, mijn naam is Leslie Vraven en ik werk als pedagogisch medewerker voor OVSG. Ons leek het een goed idee om vandaag eens even stil te staan bij één bepaald aspect van ons didactisch model, namelijk voortdurend evalueren. In deze fase van onderwijs op afstand worden er heel wat instructiefilmpjes gemaakt voor onze leerlingen. De vraag is echter, komen de kinderen effectief tot leren via deze filmpjes? Als leerkracht moet je hiervoor voortdurend de vinger aan de pols houden, met andere woorden, voortdurend evalueren. Een van de digitale tools die je daarbij kunnen helpen om van op afstand te evalueren is Socrative. In dit filmpje leer je een exit ticket te maken. Wat is dat nu? Dat is een ticket dat je inzicht geeft in wat de leerlingen op het einde van je digitale les of je online les geleerd hebben. De gegevens van dit ticket kan je dan gebruiken om nadien eventueel je instructie aan te passen aan de leerbehoeften van de kinderen. In real life bijvoorbeeld ga je op het einde van een les, na de zelfstandige inoefening, de kinderen een wisbordje laten nemen. Je stelt één of twee vragen, ze noteren het antwoord en in één oogopslag heb jij gezien of iedereen mee is. We gaan dus nu naar Socrative. Dit doe je via www.socrative.com. Starten doe je door bovenaan op de loginknop te duwen. En dan ga je merken dat er twee leeromgevingen zijn. Die voor de leerlingen, studenten en die voor de leerkrachten. Heb je nog geen account, dan moet je je eerst gratis inschrijven. Je doorloopt een aantal stapjes en dan kom je op de volgende pagina terecht. Voilà. We zitten hier dus in een digitaal klaslokaal. De naam hiervan staat bovenaan. Deze kan je aanpassen bij lokalen. Nu staat alles in het Nederlands, maar in het begin staat alles in het Engels en dat kan je aanpassen hier bij je naam. We gaan dus het exitticket maken en die bestaat uit drie vragen. In de eerste vraag peilen we naar de persoonlijke inschatting van de kinderen in verband met het begrijpen van de leerstof. In de tweede vraag vragen we hen om met eigen woorden het lesdoel te formuleren. En de derde vraag is een specifieke vraag over de inhoud. Je gaat hier bovenaan naar toetsen. Bij toets toevoegen heb je twee mogelijkheden, een nieuwe maken of één importeren. Het zou kunnen dat een collega al een goede toets heeft gemaakt en jij wil die ook geven aan je leerlingen, dan vraag je de code en kan je die hier importeren. We zouden nu een nieuwe maken, maar ik heb ze al een beetje voorbereid. Hieronder komen de toetsen die je al gemaakt hebt. De onderste, die heb je van Socrative gekregen. We hebben het dus vandaag over evalueren op afstand. Je klikt erop en dan kan je ze bijwerken. Ik heb al twee van de drie vragen gemaakt. Bovenaan kan je de titel aanpassen. Hier vind je het nummer dat je aan collega's kan bezorgen, zodat ze de toets kunnen importeren. De eerste vraag. Je kan ze eventueel nog bewerken. Hoe goed begrijp je de leerstof van de les? En je vult zelf aan. De vier mogelijkheden. Indien een van de vier juist zou zijn, kan je die ook nog aanklikken, zodat die groen wordt. Maar in dit geval hebben we dat niet nodig. Kunnen ze zelf kiezen. Je kan nog een vijfde antwoord toevoegen, of zelfs meer. Onderaan, bij dit icoontje, kan je nog feedback geven. Deze feedback gaan ze zien wanneer ze een antwoord gegeven hebben. Overal kan je nog fotootjes toevoegen of een grotere foto, bijvoorbeeld wanneer uw vraag over een bepaald foto gaat. Vinkje en klaar. Tweede vraag. Wat heb je precies geleerd? Een antwoord gaan we hier niet toevoegen, want het is hoofdlettergevoelig, dus de kinderen zouden exact hetzelfde moeten invullen. In de feedback kan je daar natuurlijk wel het juiste antwoord geven, zodat ze kunnen controleren wanneer ze deze feedback krijgen. We gaan dus nu een derde vraag maken. Indien je deze tussen 1 en 2 wil toevoegen, kan dat door op dit balkje te duwen, maar wij gaan ze gewoon onderaan toevoegen. Ik wil graag een meerkeuzevraag en we gaan het hebben over tijd vandaag. Namelijk, hoeveel tijd
In uren en minuten zit er tussen deze twee klokken. Daarvoor heb ik dus een print van die twee klokken nodig. Ik heb die al eventjes opgeslagen. Zo. Openen. Dan ga je de antwoorden invullen. 3 uur en 45 minuten. En nog eentje. Hier moet je natuurlijk niet vergeten om het juiste aan te duiden, zodat het groen wordt. In de feedback kan je hier bijvoorbeeld de stapjes noteren die ze moeten nemen om tot de oplossing te komen. Het vinkje en klaar. Je gaat helemaal bovenaan opslaan en afsluiten. En je toets staat klaar. Deze ga je nu willen lanceren. Je gaat terug naar start. Je drukt op toets. Je kiest de juiste toets. Volgende. Je hebt een aantal mogelijkheden. Ik wil graag directe feedback tonen. De namen zijn verplicht. Feedback dus ook graag tonen. Starten. Nu zie je dat ze gelanceerd is. Hier aan dit icoontje zie je dat. Oké, nu ga ik voordoen wat de leerlingen allemaal moeten doen om het exitticket af te nemen. Hiervoor ga ik deze pagina verkleinen. Ik heb hiernaast al een nieuwe internetpagina geopend. Zij gaan ook via de loginknop naar het studentenplatform. Daar moeten zij de lokaalnaam intypen die je hier bovenaan terugvindt. Dan typen ze hun naam en ondertussen zie je hier deze leerling al toegevoegd. Ze lossen de vragen op en hier zie je dat ze dus na het antwoorden de feedback krijgen die jij daar hebt ingetypt. Het volgende, wat heb je precies geleerd? Ik hou het kort. En weer kunnen ze hier hun antwoord dan eigenlijk gaan vergelijken met het antwoord of de feedback van de leerkracht. En dan de laatste. Hier zie je dat het goed is door het groene vinkje en eventueel de feedback met de stapjes. Ondertussen hiernaast zie je dus dat de antwoorden wel nog getoond worden. Die kan je dus vooraf uitzetten indien je wenst. Je vraagt dan ook nog aan de leerlingen om terug uit te loggen. Weet u zeker? Ja. En dan kan eventueel een nieuwe toets afgenomen worden. Dit is nu via de PC dat de leerlingen dit doen, maar dat kan ook via de smartphone of tablet. Daarvoor kunnen ze een app downloaden, Socrative Student, of ook via een browser de oefening of het exitticket maken. Ondertussen heb ik de oefening, de toets, nog een aantal keer meer gemaakt, zodat jullie een zicht hebben over hoe het eruit ziet wanneer een aantal leerlingen deelnemen. Na de les kan je voor jezelf de antwoorden even tonen en zie je hier de resultaten. Aan de hand van die resultaten weet je dan welke leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen en welke leerlingen nog een verlengde instructie kunnen gebruiken. Hier kun je rapportjes van downloaden, daarvoor moet je eerst voltooien, weet je zeker. Na het voltooien merk je dat de namen en de antwoorden terug verborgen zijn. Je kan deze eventueel terug aanzetten. Maar belangrijk is dat je hier nu een rapportje van kan downloaden. Dat kan in een Excel-bestandje van de hele klas of de toetsen afzonderlijk aan de hand van een PDF. Je kan ze laten mailen of je kan ze downloaden. Zo, dit was het exit-ticket. Wil je nog meer weten? Bekijk dan zeker eens ons nascholingsaanbod op onze website www.ovsg.be. Want Socratief is een van de vele tools die wij aanbieden in onze opleiding Morgen ICT in mijn klas. Het is zeker een aanrader om deze te volgen.
Alvast bedankt voor het kijken en luisteren en tot binnenkort. Een goed idee van OVSG.